Go Zakkenboys schoot zich vorige week zelf in de voet door een 3-0 voorsprong weg te geven bij HC Hardenberg. Dit is de openingsfase met Tavares. Goeie bal richting Bot. Vorige week speelde hij zijn 200ste wedstrijd. En in wedstrijd 201 scoort hij de 1-0. Goeie goal van Bot op aangeven van Tavares. En weer staat Go Zakkenboys dus voor in de wedstrijd. Dit is Van Nuland, de middenvelder. Draait goed weg bij zijn directe tegenstander. En zo draait het aardig bij de Go Zakkenboys. Dit is een goede loopactie van Bot, want die is een 2-0. Loopt zomaar weg uit de rug van Van Riel. Die is Bot kwijt. Tavares gaat naar de eerste paal. En oog in oog met Cornelis is dit dus de 2-0. Dan gebeurt er dit. Hendricks in duel. En scheidsrechter Kooi geeft voor deze overtreding de rode kaart. 2-0 achter en met 10 man verder. Een bijna onmogelijke opgave voor de ploeg van Anton Jansen. Heerlijke bal. De tweede bal opgevangen door Go Zakkenboys. Gadi. De rechter verdediger met een heerlijke bal. Mendes Moreira. En daar is het 3-0. 65 minuten wedstrijd. Goeie assist van Gadi. En zo speelt Go Zakkenboys alle frustraties van zich af van de afgelopen weken. Want ja, het is een van de best voetballende ploegen uit de tweede divisie. Maar het stond voor laatste. En nu gaat de ploeg deze wedstrijd gewoon winnen. Dit is Van Nuland. Ja, met een vingeroefening. Aanhalen en binnenschieten. 4-0 op aangeven van Sonmez. Volledig vrijgelaten Van Nuland. Geen druk en beheerst binnengeschoten. En in de slotfase wordt het dan ook nog 5-0. Gadi weer eens mee naar voren. Een van de meest aanvallende rechterverdedigers in de tweede divisie. Goeie voorzet. En El Asuti bepaalt de eindstand op 5-0. Lachende gezichten in Werkendam. Omdat Go Zakkenboys dus met 5-0 wint. Het is de eerste zege voor Danny Buijs in het seizoen 2017-2018. Ze drongen wel iets aan, maar ze kregen geen kansen. Ze hebben eigenlijk één grote kans gehad. Dat was volgens mij 1 minuut voor rust. Pakte onze keeper goed. Maar daarentegen hebben wij de eerste helft ook al 2-3 100% kansen gemist. Hè. Kopbal van Reilly, kopbal van Moreira die de keeper pakt. En de tweede helft hebben we ook nog wel 2 of 3 kansen onbenut gelaten. Of het nou 5-0 is of 4-0. Het belangrijkste is dan denk ik dat wij verdiend gewonnen hebben vandaag. Ja, verdedigend hadden we moeite. En als je kijkt hoe we de goals tegen krijgen, dan is dat niet goed. En 2-0 met de rust. En we hebben daarna willen we ja toch natuurlijk proberen om die tweede helft, met het achterhoofd de vorige week wat er gebeurd is, om die tweede helft dingen recht te zetten. Ja, tot die rode kaart, wat in mijn ogen totaal onterecht was. Ik heb de beelden gezien, volgens mij gebeurde er helemaal niks. Nou goed, en dan krijg je ook nog 3 goals tegen doordat het geloof eruit gaat.